Wat zou er gebeuren als ik... Alles staat in de fik! Hallo beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Enkie. En vandaag heb ik toch zoveel zin... Wat gebeurt er? Hallo? Hey, wie ben jij? Wat ga je doen? Meneer, waar ga je heen? Wat ga je doen? Blus het, je kan... Oh, nee, toch niet? Ga eens van Merf. Ah, de bra... Nee, ze laten je achter. Nee! Meneer, nu moeten we helemaal naar huis lopen. Fijne dag! Nou, wat een apart begin, hè? Maar goed, welkom kijkers. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Voordat de video begint, wil ik jullie allemaal even vragen om te abonneren. Het gaat zeker lekker de laatste tijd. En de Enkie Monteurs, de video's doen het nog steeds beter dan de video's van Max. Dus dat is goed. Abonneer zeker even. En ben je geabonneerd? Reageer dan even in de comments. Boom! Hey! Ik ben geabonneerd. En dan zal ik die reactie een hartje geven. Hoe leuk is dat? En like gelijk even. We gaan voor 4000 likes. Ja! Stomme auto. Ik kan nog steeds niet geloven dat de brandweer gewoon naar binnen kwam. Ik heb een auto. Een oude vriend is wedergekeerd. Maar om die vriend op te halen moet ik eerst een geheime route doen. Dit is een hele geheime route. Je gaat eerst hierheen. En dan ga je hier onderdoor. En dan wanneer je hier onderdoor bent gegaan, klim je hierop. En dan klim je hierop. Dan kom je hier terecht. En vanaf hier klim je hierop. En dan ren je door. Dan ren je door. En dan met een echte Enkie duik. Au, 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 au. Ik heb de panto weer teruggebracht. En dan ook echt de oude panto. Ik dacht, weet je wat, die met die roze en groen. Ja, kijk, ik noem normaal nooit roze en groen. Ik dacht, ik doe een keer wat nieuws. Maar goed, hij is gewoon weer terug. De roze met groene panto. En hij rijdt zo lekker. En vandaag, kijk eens, vandaag heb ik toch wat zo bijzonders voor jullie klaargezet. Ik zag de laatste tijd namelijk heel veel filmpjes bij Royalistic. Roy! Zijn Insta voorbij komen over mensen die Focus Drink hebben gekregen. Maar ik heb er geen één gehad. Hij heeft er gewoon geen één naar mij gestuurd. Dus, Roy had laatste video opgenomen. Bam! Heel leuk. En daarin had hij een busje gebruikt, een Focus Drink busje. Dus weet je wat ik dacht? Ik krijg geen Focus Drink. Dan stil ik je busje wel. En dan gaan we even sneller maken. En dan gaan we even kijken hoe goed dat wrak rondrijdt. Maar goed, ik wil gewoon heel graag die Focus Drink natuurlijk proeven. En hij geeft het nou niet. Dus laten we even gaan naar het pand waar Roy het Focus busje heeft opgeslagen. En dan gaan we die even stelen, want die is van ons. Oké, kijk eens, we zijn aangekomen op de plek. Ik had aan Roy gevraagd, althans, ik heb een tracker in al zijn dingen en alles wat hij doet gestopt. Dan weet ik altijd waar hij is. En toen heb ik even gekeken waar zijn auto was. En volgens mij heeft hij het focusbusje... Ja, kijk, daar staat hij. Hij heeft het focusbusje hier geparkeerd. Zo, dan parkeerden wij de... Ik dacht dat ik daar doorheen paste. En daar heb je hem, Focus Drink. Functional drink, sorry. Met een mooi flesje achterop. Hij is goedgekeurd. Nou, laten wij maar even gaan kijken hoe we deze open gaan breken. Zo, hoppakee. Nou, van mij. Hoe snel zou die zijn? Jemige, wat is die traag? Dat merk ik nu al. Pas op het flesje. Oh. Dan voorzichtig zijn met het flesje. Jemige, wat is die traag. Roy. Hoe kan je nou met zo'n auto rijden? Zo kan je toch geen marketing doen? Hoe moet je nou Focus Drink verkopen? Hey, zo'n traag auto. Nou, laten we hem even naar de garage brengen. En dan gaan we deze even monteren, hoor. Want dit is echt geen doen. Dit is zo traag. Ik verwacht wel voor het maken van deze video dat Roy mijn pakje Focus Drink opstuurt, hoor. Ook al staan hier echt heel veel dozen achterin met Focus Drink. Maar dat zeggen we niet tegen hem. Nou, parkeren we de auto. Hoppakee. Hey, ze hebben mijn ton vervangen. Ik wil geen ton. Oh, nee, wederom. Alles staat in de fik. Misschien kan Mike de brandweerman ons helpen. Nou, wie weet. Oké, maar in ieder geval, we moeten beginnen aan het monteren van het busje. Hij is super traag. Daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Dus laten we hem even sneller maken, want dan kan Roy... Daar heb je ze volgens mij al. Maar dan kan Roy veel sneller zijn Focus Drink verkopen. En dan krijg ik misschien ook nog een winstmarge. Brandweer, ben je er al? Daar komt de brandweer aan, hoor. Snel, hallo, hallo. Brandweer, de brand is hier. Je moet ons redden. Ja. Kom aan. Kom nou. Alles gaat kapot. Nee. Nee! En het vuur dan? Oké, laten we beginnen met monteren. Oké, zo. En is het laatste wiel neergezet. En dan is hij... Nee! Wat is er mee gebeurd? Hij is helemaal... Nee! Hij is helemaal kapot. Hoe kan dat nou? Nee! Hoe waren we... Au! Au! Wacht. Oh, het was de verkeerde busje. Kijk eens, hij is helemaal klaar. Je ziet niet heel veel verschil naast het feit dat ik oranje wiel heb gedaan. Die hadden misschien geel kunnen zijn. Maar ik vond oranje wel cool. Ik dacht, deze gaan we niet roze maken. Anders wordt misschien Roy boos. Jotem! En verder, hij is gewoon zoveel sneller. Hij staat wat lager op zijn wieltjes en zo. En ik word een beetje duizelig van het rondrennen. Ja. Oké, kijk eens, laten we nou maar gewoon lekker een rondje gaan rijden. En dan ga ik even van jullie laten zien hoe snel die is. Kijk, je merkt al gelijk met wegrijden dat hij een stuk sneller is. Hij is heel snel. Hij is echt heel snel. Dus laten we gaan kijken hier bij het hek. Bah!
Hector zo. En dan kunnen we hier even een snelheidstestje doen. Want we moeten wel weten hoe snel we onze focus drink kunnen verkopen. En bij de klant kunnen brengen. Hé Roy, dat doe ik nog wat voor jou. In 3, 2, 1. Hou, hou, hou. Oh, dat gaat snel. Oké, okay, oké. Okay. Focus drink, daar gaan we. En als we echt sneller moeten doen, denk je boostputten. Nee. Hou, hou, hou. Oké, okay, dan gaan we heel snel. Ah. En kino's nemen. Oké, okay, nou dit gaat prima. Hou. Oh. Kijk, zie je, als je per ongeluk bij het verkeerde adres bent, kan je zo een drift maken. En dan kie je om. Oh, hij drift wel lekker, hoor. Hij gaat wel goed door de bocht. Hier, hier, kijk, we gaan houden een beetje schuin. Oh, hij gaat wel heel snel. Hij gaat wel echt heel snel. Oh, oh, voorzichtig. Voorzichtig. Au, au. We stoppen voor niks. De klant is koning. De klant is koning. En zo gaan we de stad in. Alsof er niks is gebeurd. Alsof er niks is gebeurd. Dit is een goed testritje. Dit was een goed testritje. Nu is het tijd voor alle andere tests. We beuken door het hek heen. We wachten tot het hek open is. Mevrouw, wilt u focus drink? Ze wil geen focus drink. Heren, willen jullie focus drink? Willen jullie focus drink? Hallo? Nou, ze willen geen focus drink. Meneer, mag ik een moment van uw tijd? Wilt u wat? Oh, nee! Oh, nee, nee, nee! Oh, ah! Nou, volgens mij wilde die geen focus drink kopen. Ik weet het niet. Ik vind het zo druk de laatste tijd in de stad. Normaal is het zo rustig. Er zijn zoveel mensen nu. Hij trok gewoon ineens zijn wapen. Nou, laten we maar eens echt officiële tests gaan doen nu. Hé, mensen willen het nog niet kopen. Maar dat komt omdat ze nog niet gezien hebben hoe goed ik kan rijden met dit busje. En misschien omdat ik bijna op ze inrijd. Misschien is dat ook een reden. Kijk hoe goed ik dingen kan ontwijken met dit busje, joh. Hé, je krijgt zoveel focus van focus drink. Oh! Oké, dat gaat net al goed. Kijk eens. Ja! Hier. Hoppakee, dit kan niet anders, hoor. Ho! Ho, auw! Auw! JMG! Auw! Nou, ik kan wel zien dat die bestuurder... Hé, poesje! Ik kan wel zien dat die bestuurder geen focus drink op had. Waar ik nu in ga is denk ik toch wel mijn favoriete test hoor de laatste tijd. Nou, laten we even kijken hoe snel die is en hoe snel we dingen kunnen doen ermee. Hé, hey, wat is dat nou voor dientje? Hallo, kom terug! Wil je focus drink? Ik heb een 24-pack voor je. Heel lekker. Ik heb een 24-pack voor je. Wil je nou focus drink? Kom nou terug. Ik heb lekker een focus drink voor je. Oké, okay, laten we kijken hoe snel die is. Elke keer als dit gebeurt, dat gaat nooit goed. Zou het nu goed gaan? Oh, oh, deze keer gaat het goed. Deze keer gaat het goed. Dat komt door de focus van focus drink. Ik zeg wel de hele tijd door de focus. Maar ik wil eigenlijk gewoon een versprongetje maken. Dat lijkt mij het leukst. Dat lijkt mij absoluut het leukst. Dus wat we gaan doen, is de tactiek der dromen. Ja, en dan springen we eruit. Waarom nog niet? Focus drink. Parachute. Was te laat. Vroeger bestond Henkie's monteurdeur uit klanten en uit mensen helpen en mensen hun auto's. Hallo! Auto's monteren. Tegenwoordig bestaat het uit ik die in auto's rij en eruit vlieg en rondrij en van bergen af rij. En ik vind het helemaal goed. Waar kan ik dit busje eigenlijk weer uiteindelijk op lange termijn afleveren? Eerst hou ik hem natuurlijk zelf eventjes, maar ik moet wel zoveel mogelijk focus drink verkopen voordat ik hem in aflever. Hij is echt heel snel. Dit busje gaat echt heel snel. Oh mijn god. Oh mijn god, dat gaat hier snel. En het lekkere is dat ik gewoon... Auw! Op niemand hoef te wachten. Oh, wat heb ik gedaan? Oh, auw. Minnie! Nee! Meneer! Oh nee, meneer! Wilt u focus drink kopen? Mevrouw, wilt u focus drink kopen? Mevrouw, ik smeek het u. Focus. Oh, mevrouw, mevrouw! Au, au. Ze hebben allemaal focus drink gekocht uiteindelijk! Oké, okay, kijk eens. Ik heb met de klant afgesproken hier bovenop de garage. En de klant zei tegen mij: kom zo snel mogelijk, ik heb dorst! En toen dacht Enki: weet je wat, we kunnen wel de garage deur in rijden. Maar we kunnen er ook sneller op af. Oké, okay, kom op. Deze is voor de klant. De klant is koning. De klant is koning. Kom op. We zijn er voor jou, klant. We zijn er voor jou. Oh, ja. En dan op. Boom. Oh, oh. Ah. Waar is hij? Alsjeblieft, veel plezier met je focusdrink. Veel plezier ermee. Nou, de klant is koning. Kunnen wij er ook weer vandoor? Hier, parachute open. Ha, niks aan het handje. Hallo, wilt u focusdrink? Oké, okay, kijk eens. Verder ga ik een oefening doen. Want ik heb zometeen hierna heb ik nog een pitch met Roy. Want ik heb een grandioos idee. Ik heb een heel goed idee. Hoe we namelijk nog meer focusdrink kunnen verkopen. Je kan het leuk in het busje doen, zoals dit natuurlijk. Maar wat nou als je meerdere busjes hebt en meerdere focusdrink? Dan ga je toch niet iedereen door heel Nederland rond laten rijden? Dat is toch helemaal niet efficiënt? Dus wat ik, Henkie Jotem de Derde, in gedachten had, was we huren een groot vliegtuig en stoppen daar zoveel mogelijk focusdrinkbusjes in. Dus wat Henkie nou heeft gedaan, is ik heb de tijd genomen heel erg goed deze auto te bestuderen. En dan even te kijken wat de blauwprinten zouden zijn. En dan vervolgens heel een vliegtuig vol te gooien met focus drinkbusjes. Ah, en deze kunnen we er allemaal vervoeren. Hoe goed is dat, kijkers? Hier, moet je zien. Dit is toch top. Hier, bonjouren we er zo doorheen. Aan de kant. Ah, moet je zien.
Zijn er 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 musjes? Nou, dat is toch top? Nu hebben we gewoon 14 musjes die we kunnen regelen. Ja, dan moet ik even naar de voorkant toe, zodat ik weer in kan stappen. Laten we even zo. Oh, hoppakee, hè, jemig. Red je het nog daar beneden, focus, denk Bussie? Want we gaan vliegen, hoor. Oh, ik heb er al zoveel op getraind, dit kan ik helemaal. Ik ben helemaal ready voor take-off. Ik heb hier zoveel zin in. Laten we dan eerst de deur dicht doen. Hoppakee, zo. Die is dicht. Nou, laten we daar maar opstijgen en hopen dat er niks uitvalt. Want we moeten wel goed bezorgen. En daar gaan we. Daar gaan we. Oh. Oh. Oh, hij is te zwaar. Ik voel het al. Het is te veel focus drink, maar dat is niet erg. Kom op. Dat kan geen kwaad. Dat kan geen kwaad. Kom op. Niks mag eruit vallen. Niks mag eruit vallen. We mogen niks kwijtraken. Maar ik hoor alles alle kanten op gaan. Oh. Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. We moeten alles bezorgen. Over de stad. De stad heeft een focus drink nodig. De stad heeft focus drink. Oh. 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 Het, oh, we worden te zwaar. Ik voel het. Oh, we zijn te zwaar. Oh, jemig. Oh, jemig. We zijn te zwaar. We moeten ze snel dumpen. We moeten snel de focus drink dumpen. Oké, kijk eens. We zijn er bijna. We zijn er bijna. We kunnen het bijna dumpen. Oh, voorzichtig. Voorzichtig. Kom op. We waren gewoon nog niet bij het goede bezorg. Oh! Oh! Oh, nee! De focus drink! Nee! Oh! Snel erachteraan. Hoe kan dat nou? Oh, nee. En alle busjes dan? Daar gaan ze. Oh, ik zie er eentje. We moeten ze redden. Nee, daar gaan ze. Nee! De busjes! Nee! Au, au, ah! Oh, dat was wel heel hard. Oh, nee. Zijn overal staat focus drink. Oh, Roy, die gaat me echt ontslaan. Deze bezorging had ik... Oh, nee. Ik moest alles bezorgen. Oh, hoe ga ik dit nou oplossen? Oh, nee. Het is allemaal één grote bende. Oh, kijk nou. Het is allemaal... Oh, nu kan deze nooit op tijd. Oh, en ik zei toch dat het zo'n goed plan zou zijn? Wacht eens even. Zo eindigen we op de weg. Wie heeft de focusring besteld? Daar komt ie. Uw bestelling is bezorgd. Meneer in de witte auto, heeft die focusring besteld? Meneer heeft die focusring... Meneer heeft die focusring besteld. Hij is namelijk daar op de weg. Nou, dit is niet meer op te lossen. Dan heb ik gelukkig nog één busje kunnen redden die op zijn kop lag. Maar voor de rest zijn alle busjes verloren gegaan. Maar dit was toch mijn eigen busje. Oh nee, dat is trouwens niet waar. Kijk maar naar de velgen. Nee, waar is mijn eigen busje? Ah joh, ze zijn allemaal hetzelfde. Nou, dan kunnen we nog even tanken. Laatste beetje. Oh! Vuur, wil je wat focusring kopen? Het helpt tegen een brandig gevoel in de maag. Kom op, brandweer, jullie kunnen het. Red de boel. Rennen. Doe nou meer dan dat. Jullie hebben een hele spuit bovenop. Waarom laten jullie één iemand spuiten? Kom op. Kom op, brandweerman Mike. Ja, je kan het. Zodat je niet zelf in de... Wat? Dat was snel. Nou, nu ga ik mee, hoor. Ik neem jouw plek in beslag. Dank jullie wel, heren, voor jullie diensten. Ik ben erg trots op jullie. Jullie willen een knuffel geven. Au! Hey, hoe zou dat nou heen? Jullie beschermen de stad. Jullie horen mij ook te... Au! Hey! Wacht, ik weet al wat het probleem is. Willen jullie wat focus erin kopen? Meneer, wilt u wat focus erin kopen? Hey, moet ik jou ook duwen? Hier! Au! Hier! Au! Hier! Hier, hier! Dat krijg je ervan, meneer. Au! Jij, wil jij ook een beetje? Ik heb focus erin kopen, pas op. Hier! Boom, boom! Op je pats! Boom! Hier! Dat krijgt u ervan. Au! Wilt u ook wat? Jij hebt geen focus erin kopen. Wat gebeurt er? Au! Ik word ervan geschoten! Oh, jij schiet. Kom dan. Kom dan. Hier wil je een beetje. Ik maak je nat op. Pas op. Hier. Hier. Wat krijg je ervan? Heb je nog iets te zeggen nu? Kijk, mijn busje. Die mag ook wel even schoon. Busje mag ook wel even schoon. Gaat het, meneer de ambulance? Hé. Hey. Hier is wat focusdrink. Neem het lekker. Eet smakelijk. Oh, wilt u nog meer? Kijk je nou nu nog steeds de video en denk je, waar heb ik nou eigenlijk naar gekeken? Abonneer dan zeker even. En vergeet ook absoluut niet te liken. Maar ooit gaan we die 200.000 abonnees halen. Dat is de grote droom. Zo, en laten wij deze even in beslag nemen voor verder onderzoek. Dat is de reden waarom ik deze even in beslag neem. Voor verdere onderzoeksredenen. En dan kunnen we hem even thuis afzetten. Zetten we deze eventjes thuis af. Past hij hierin? Nee, je gaat er niet in passen. Naar buiten is ook prima. Nou, laten we lekker naar binnen gaan kijken. Ik vond het een grandioos iets. Ik vond het erg lekker en leuk. Hallo buren. Zo, kijkers. Voor nu wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het echt super leuk om te doen. Verder wens ik jullie allemaal een fijne kerst. Want het is nu midzomer. Dus dit ben ik de eerste die dit tegen jullie gezegd heb van dit jaar. Abonneer even, like even. Als je nog meer van dit soort dingen wil, laat het even weten. Reageer wat je wil hebben. En dan spreek ik jullie de volgende video. Spreek je later. Glaasje water. Tel tot 4. Flesje bier. Doei. Yeah.